In een gesprek met mevrouw Jennifer van Dijk Silos gaf zij haar mening over het volgende. De hoofdstembureaus. De hoofdstembureaus worden voortgezeten door de DC's, mensen die politiek benoemd zijn. Zouden deze posities, functies niet beter fungeren als de mensen die daar zitten politiek onafhankelijk zijn? Hier geeft mevrouw Silos haar mening over. Laten wij gaan luisteren naar de mening van mevrouw Silos. Ja, dat is mijn mening waar ik al 20 jaar over klets. Omdat ik iedere keer meemaak dat DC's proberen te favoritiseren. Wat riekt naar corruptie natuurlijk. Want je kan de kiesregeling niet met de voeten betreden, want dan ben je corrupt bezig. En ik heb heel veel dingen gezien in die 4 verkiezingen als toezichthouder. En daarom dat ik steeds zeg... De zwakte in ons systeem. En doordat we de verkeerde mensen kiezen om daar te plaatsen, is het bij het hoofdstembureau. Kijk, bij het stembureau heb je natuurlijk ook de politieke gabbers die daar zitten. Maar dat is een maar, hè. De wet zelf zegt dat er mensen moeten zijn die getuigen zijn. Dus alle ogen, je weet hoe het toe gaat. Ja, ja. Per stembureau. Ik heb ervoor gewet even dat OKB en vertegenwoordigers van politieke partijen in het bureau mogen zitten. En dat onderling de politieke partijen moeten organiseren, dat ze om de beurt gaan. En OKB is er constant erin. Dat is, ik ben zo blij om dat te zeggen. Dat is echt mijn effort. Dat is in 2010 begonnen. En waardoor je gegarandeerd bent van toezicht. In het stembureau bij de telling. Weet je, de laatste verkiezingen hadden we teltoezichthouders en stemtoezichthouders. Omdat het voor onze toezichthouders ook een drama was om 5 uur 's morgens er te zijn en door te draaien naar 3 uur en 4 uur 's morgens. Dus het toezicht van OKB, zoals ik het heb gedaan, is natuurlijk is niets perfect, maar moet geperfectioneerd worden. Maar ik hoop niet dat het gedowngrade wordt. Want het was ook, iedere verkiezing heb ik bewezen dat het steeds beter kon. Omdat je zwaar moet gaan evalueren, wat ben ik vergeten. En als je gaandeweg bouwt, krijg je een perfect systeem. Maar ik weet het niet, ik weet het niet wat ze doen. Dat is zo jammer, want er is geen continuïteit in dit land. Zodra een andere ploeg overneemt, denken ze dat ze moeten gaan competeren met die andere. Heeft het zelf gehoord hoe op een persconferentie meneer Sheikh Ali Baks vindt. Dat de vorige OKB voorzitter dit gedaan heeft, dus ik doe het ook wel als ik het heb gedaan. Ik denk het niet. We hebben natuurlijk afgewezen, zij die hun ordening niet goed geregeld hebben. En, maar dan moet hij ook zeggen wat ik heb afgewezen. En, maar je kan niet zeggen, liefde het gedaan en ik doe het beter. Wel, dat is typisch, dat walgelijke in Suriname, de bananenrepubliek mentaliteit, dorpse mentaliteit. Dat men denkt te moeten competeren met iemand die zich niet kan verdedigen en iemand die niet meer in het systeem is. Laat me alle fouten van de wereld hebben gemaakt. Hou je mond en perfectioneer het OKB dan. Dan ben je goed. Ik heb nooit wat gezegd wat ik heb aangetroffen. Ik had de vorige OKB die zich niet kan, voorzitter die zich niet kan verdedigen, je niet kapot maken. Dat doen die achterlijke politici van ons. Maar als je een professional bent, doe je het niet. Je ziet de fouten, je kan het beter. Je corrigeert en het wordt beter. Het mag nooit slechter worden. Het moet steeds beter worden. Dus laten we de instituten met die rommel ophouden. En ik durf het te zeggen met een grote mond. It takes a lot to pass me. Omdat ik weet dat ik aan de hand van de trainingen die ik heb gehad van OAS... Met dat concept is het toezicht opgezet. En als je het niet kan begrijpen, ik ben er. Vraag me waarom dit, waarom dat. Je bent niet verplicht. Maar als je beter wil worden, voor mij is het belangrijk dat OKB steeds beter wordt. Het moet beter worden. Ja. Het instituut is sterk gemaakt. Het is gegroeid tot wat het is gezaghebbend in de regio. Weet je, verlies die legacy van OKB niet, die we hebben in de regio, van hoe we zijn. En ik zeg ook niet dat je op mijn sporen voort moet gaan. Doe het beter dan ik.
Ik ben de eerste die geld. Mijn baby groeit, mijn baby loopt. Omdat ik geen dorpse mentaliteit heb. Om te gaan competeren, om het competeren. Je hebt niets te bewijzen. Je hebt niets te bewijzen met je mond. Je bewijst dat je goed bent door je daden en je handelingen. Dus dat wilde ik wel even kwijt, hoor. En bij CAS, gelukkig is daar Lothar Boxtree nog verbonden als adviseur. Maar wat Lothar heeft opgezet van Centraal Hoofdstembureau. Hij kan hetzelfde zeggen als ik. Wij zijn lang gebleven in dat systeem. En heeft het ontwikkeld, een hele automatisering van stemmen. En weet ik veel wat hij heeft uitgedacht. Komt van Boxtree. En ik ben zo blij toen ik hoorde dat de voorzitter van CAS Lothar Boxtree erbij heeft. In een soort advieskabinetje, om het even zo te noemen. En Steven Vriesde, want die deed echt het cijferwerk, die is eruit. Nou, dat is toch geweldig dat die voorzitter inziet van good practice moet je continueren en waar kan verbeteren. Weet je, dat geeft iets aan van volwassenheid. Dat geeft iets aan van volwassenheid. En eigenlijk omdat je natuurlijk zo'n 4 verkiezingen hebt gedaan, dan voel je echt ook meer verbonden met dat instituut. Maar ja, ik heb ook losgelaten, ik heb ook gezegd van als er wat is, kunnen jullie iedereen van OKB komen bellen en me wat vragen.